zeg goeiedag racevrienden, van harte welkom. Mijn naam is Daddy Cool en als ik ergens naartoe kan gaan, dan zou dat België zijn, gasten. Als ik niet in Nederland zou wonen, zou ik in België willen wonen. Het land van chocola, bier en spa. Francorchamps, het is echt een fantastische track. Hier zo, tussen de bossen van Spa zitten wij hier. En dan hebben wij hier auto nummer 10. Hey, dat was toch van Pierre Gasly? Die wordt vervangen door Alexander Albon. Wat het nieuws was dat, hey, in de zomerstop. Dat Albon in de auto van het Red Bull gaat stappen. En onze Pierre naar Toro Rosso gaat. Ja, vond ik echt groot nieuws. Wat is dit voor een serie? Dit is een serie waarin ik probeer om de top 3 te voorspellen van aankomend weekend. Van de race van aankomend weekend. En ik vraag jullie om jullie top 3 hier beneden in de comments te zetten. En dan geef ik een dikke vette shout-out naar degene die het vorige week goed had. Of de laatste keer goed had. En de shout-out gaat deze week naar... Helemaal niemand. Helemaal niemand. Iedereen had het weer fout. Zoals gewoonlijk. Er heeft nog nooit iemand het goed gehad hier in deze serie. Wat gaan we doen? We gaan een one-shot qualify doen en we gaan 5 rondjes racen. En aan de hand van die uitslag ga ik bepalen wat mijn voorspelling wordt voor aankomend weekend. We hebben hier de knik, de bekende knik. Eau Rouge. Ja, iedereen heeft het altijd over Eau Rouge. En niemand heeft het over Radion. En dat is eigenlijk het grootste gedeelte. Er bestaat heel veel verwarring over de bocht Eau Rouge. En heb ik straks even een, wat leuke fragmenten bij gevonden om jullie daar wat verder over te informeren. Deze serie is, ja, gewoon voor mezelf eigenlijk hartstikke leuk. En misschien vinden jullie er geen flikker aan, maar dat boeit me eigenlijk niks. Want ik vind het gewoon leuk om deze serie te maken. Dus hier gaan we even racen. Het is een one-shot qualifier. Hier ging het niet helemaal lekker. Ik zie dat ik inderdaad ook alweer begin te zakken. Vanaf positie 1 naar positie 5 op dit moment. Nou, ik zal er even aan moeten trekken. Ik rij met de AI-stand van 97% op dit moment. Dan heb ik een leuke competitie. Ben ik niet per se de beste, maar kan ik toch met de top meekomen. Ik denk dat dat voor mij op dit moment even de beste positie is om in deze serie het zo even te doen. Wat gaan we dus hier even? We gaan hier het laatste rechte stuk op en dan gaan we richting de busstop chicane. Het is een lastig circuit, gasten. Het is echt een lastig circuit. Ik heb ook de time trial van deze week. Heb ik de serie met de time trial, die ook hier in België. Nou, ik heb echt moeten wennen. Vooral dat stukje daar zo bij Eau Rouge en Radion. Dat was echt een lastig stukje. En deze ook lastig. De busstop chicane. Dus je echt vanaf boven de 300 in één keer moet afremmen naar, nou, wat zal het zijn, 80 kilometer of zo. Oké, ik heb me gekwalificeerd. Wat is mijn positie geworden? Ging net even snel. Derde plek. We hebben een derde plek. Ah, keurig. Keurig derde plek hier voor Max Verstappen. Voor de grote prijs van België. Nou, daar zou hij voor tekenen, denk ik. Want de snelheid van de Honda zal het toch, denk ik, niet gaan redden. Als ik heel eerlijk ben. Nou, ze zitten wat meer in de massa's dat je zou denken. Kwalificatie. Valtteri Bottas. Ja, dat die nog bij Mercedes rijdt trouwens, dat vind ik ook bijzonder. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Sebastian Vettel. Dat is de top 5 in de kwalificatiemodus. België, ja, een fantastisch land. Maar wel een land wat heel erg verdeeld is. Je hebt een Franstalig deel en een Nederlandstalig sprekend deel. Vlamen en Walen en die zitten elkaar nog wel eens in de haren wat dat er gaat. En die verdeeldheid is ook te merken hier on track. Want de meeste bochten hebben namen. Maar het is niet allemaal even duidelijk of de juiste naam wel bij de juiste bocht zit. Daar ga ik zo dadelijk even een leuk filmpje over laten zien. Dit is het circuit. Veel hoogteverschil, 2 DRS-zones, veel snelheid. Een mooi circuit. Maar wat ik het over had, dat filmpje wat ik heb gevonden over Eau Rouge, Radion en dat soort dingen. Die moeten jullie even kijken. Die komt. Every year we come to Circuit Spa-Francorchamps, there seems to be some confusion over corner names. So let's try and clear it up. The biggest confusion of all, of course, is the legendary Eau Rouge. Eau Rouge is at the bottom of the hill, where I am right now, actually in Eau Rouge, so named for the red water that flows in the stream underneath the track for the high iron deposits in the soil. The top of the hill, that's not Eau Rouge, that's Radion. Continue down the Kemmel Strait, although actually is it Kemmel Strait or is it just the Kemmel Corner and the strait has no name, into Les Combes. Les Combes, right, left, left, right. That final left, right, is that still Les Combes or is that Malmedy? Again, some confusion over that, dipping down into what we all know is Rivage, except it's not Rivage, it's Bruxelles.
Or is Bruxelles the left-hander that follows that? Again, most people think that doesn't have a name. Some people think it's still part of Bruxelles. Anyway, be that as it may, we next come into a corner that everybody knows, Pouwon. Except it's not actually called Pouwon. It's known as Double Gauche by the Belgians, which literally means double left because it's two left-hand corners. Then the unpronounceable Fagne. Why we try and do that every year, I don't know, because the Belgians call it Pif Paf. Next up, the right-hander, which we all know is Stavelo, except it's not, it's now called Campus. Then it's Blanchimont, except it's not, it's Paul Frère corner, because the next corner that's the left-hander, that's Blanchimont, but at least we know that the final corner is the bus stop chicane. But it's not, it's just the chicane. Then the start-finish straight and last source. One thing that we do know, for absolute sure though, is that I am in Eau Rouge, and that up the top of the hill, that's Radion actually. Ja, je ziet het en er is een hoop verwarring over Eau Rouge en Radion. En deze gasten van Grandstand, die hebben een heel leuk filmpje, een soort quiz opgenomen. Erg leuk en daar komt ook iemand in voor. En die kennen we nu wel, maar toen waarschijnlijk nog niet. While the sweeping uphill right-hander, often referred to as Eau Rouge, is in fact Radion. Let's see how many F1 fans know this as we put them to the test. Can you find Eau Rouge? It's there. That's Radion, actually. Okay. Tommy. That's Radion, actually. That's Radion, actually. What is that? Pointy stick. And what are you going to do with it? Probably point to something on there. Oh, this guy's good. This guy's good. Touching. Oh. I meant, okay, on the... That's Radion, actually. Lando Norris, can you find Eau Rouge? No, the bottom. No, you can't change it. No! Don't break the poster! It took me like half an hour to stick together. What was that first answer, Tommy? That was Radion, actually. Can you point to the exact point? Right here. That's Radion. So this is Irish. The crowd are going mental. That's 2 points for Ellis. Oh, it's an absolute... What a wonder. Here is your... Finger pointer. What do you think you're going to be doing with that? No idea. Me neither, sometimes. Right, okay. My glamorous assistant is going to turn it... Right, we're going to do a glamorous turn now, Tommy, okay? None of this like kind of fumbling. Like you're on Bruce Forsyth's Play Your Cards Right. Okay. Can you find Eau Rouge? Can you please point to where Eau Rouge is? Here? That's Radion, actually. Tommy, that was fun, wasn't it? Yep. Oh, gasten. Ik moet soms zo lachen als ik deze video zit te maken. Ik kom dus echt zulke leuke dingen tegen. Nogmaals gezegd, deze video is echt puur voor mezelf bedoeld. En gewoon leuk. Gewoon leuk om te doen. We gaan even racen, gasten. We gaan eens even kijken. We moeten even de lach weer van mijn gezicht afhalen. En we moeten proberen serieus te worden. Oké, vol gas. We staan op de derde plek. En we gaan los. Go, 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 go. Goeie start. Ja, geen poepstart voor Max. Goeie start. Ik heb hier... Oeh, Leclerc zit daar weer. Klein tikje tegen de kont van Bottas al. Bottas, jongen, je moet ook gas geven, jongen. Doe de deur voor me open. Ja, je doet altijd zo netjes de deur voor me open. Ga even aan de kant, schat. Kan ik even voorbij. Nee, hè. Hij gaat het niet doen. Hij gaat het niet doen. Zonde. Kostelijke zonde. Bottas gaat achter Hamilton aan. En ik zit er achter Bottas aan. Achter mij zitten Leclerc. En zag ik daar in de verte? Nou, maar het komt niet zo goed. Ik dacht dat dat Sebastian Vettel was. Oké, okay, hey, wat hebben we daar? Bottas, die Lewis Hamilton had. Die is even goed in de war. Hey, zit niet de Leclerc? Zit die de hele tijd te drukken aan? Flikker op, gaat. Weg. Oh. Ja, dan moet je ook opletten dat je tijdens het zwaaien met je handje niet in een keer per ongeluk... Ja, let's build on it, ja. Maar je moet dus oppassen dat als je met je handje zit te zwaaien, die niet tegen de gasten voor je aanrijdt, er tegenaan knalt. Oké, we hebben op kop op dit moment, heel verrassend, Valtteri Bottas. Nou, dat is wel knap. Voor Lewis Hamilton, ik zei de gek, Max Verstappen, achter mij zit heel druk te pushen, Charles Leclerc. Karel, die is echt heel druk, die wil heel graag op de plek, wil graag Karel de derde worden. Maar daar ga ik hem even proberen vanaf te houden. Dus ik ga hier eventjes staan. Ik moet wel even zo dadelijk een beetje extra power erbij zetten. Want mijn Honda motor is wel tegenwoordig een stuk sterker geworden. Maar de kracht van de Ferrari, daar kan hij denk ik nog niet helemaal aan.
Ik denk dat België echt een lastig circuit gaat worden. Hier zo voor de Honda-motoren. En ik heb niet de allerbeste verwachting. Alhoewel het toch Max' thuis Grand Prix is. Hè? Het is Max' thuis Grand Prix. Max natuurlijk een halve Belg. Net zo goed Belg als Nederlander. Dus het is, ja, het, dit is ook zijn thuiscircuit. Ja, en straks krijgen we natuurlijk Zandvoort. Ja, ik denk toch wel dat dit zijn thuiscircuit blijft. Ja, Zandvoort natuurlijk ook. Dan heeft hij gewoon twee thuis Grand Prix. Dat is ook wat. Eens even kijken. We gaan hier zo door Eau Rouge. Radion, zoals we hebben gezien, Radion, ligt een stuk hoger als Eau Rouge. Wel een leuk feitje. Ik zal even mijn benzine wat omhoog zetten, dat ik ja, de ruimte hou achter me. Mooi zo. Het hoogteverschil tussen Eau Rouge en Radion, dus beneden aan de berg en bovenaan de slingen, dat is, om precies te zijn, een verdieping, een 12 hoog verdieping flat. Dus als je voor een flat gaat staan, met 12 verdiepingen, en je kijkt staat ervoor en je kijkt omhoog, dat is het hoogteverschil tussen Eau Rouge en aan de bovenkant daar zo van Radion. Dat is echt niet te geloven. Dat zou ongeveer gelijk staan aan 22 personenauto's op elkaar gestapeld. Hey. Om maar even een beeld te geven. Om maar even een beeld te geven zie ik dat Bottas weer netjes zijn plekje terug is gegaan. Het zou mij niet verbazen dat ze weer teamorders heeft gehad. Je hebt te let, this is, wat zeg ik, Charles of zo, wat is Charles hier? Je hebt te let, hoort het Hamilton voorbij. Dat zal zoiets zal er wel weer geroepen zijn. Hij gaat als een poesje natuurlijk weer aan de kant. En ik moet oppassen dat ik niet... Leclerc wordt hier achter me, want dat zou niet de bedoeling zijn dat hij me, Leclerc me daar zo gaat lopen fleuren. Ik moet echt oppassen dat hij niet uit mijn slipstream in één keer komt, want hij zit wel te druk. Hij zit echt bovenop gasten. Laat ik anders maar voor de zekerheid een klein beetje de binnenkant van de bocht, dat was niet goed. Dat mag eigenlijk niet, nou ja, doe maar. Maar heel erg een beetje de bocht maar even voor mezelf houden. Oké, dan gaan we weer fastest lap. Lewis Hamilton. Ja, ja, DRS, DRS is unabled. Ik zit weer tegen Bottas' contact te duwen. Rijd toch een keertje door, gast. Of laat me er voorbij. We trappen of laat me er voorbij. Eén van die twee. Niet lopen klootviolen hier zo voor mijn neus. Oké, daar gaan we weer. We hebben DRS, inderdaad. Huppakee, klap hem open. Benzine staat vol open. Daar, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Oké, Bottas die maakt een move op Hamilton. Gelijk Hamilton. Ah, dat was te breed, gast. Dat doen ze expres, hè. Hey, Hamilton moet weer een plekje geven aan Bottas. Dat is ook weer bijzonder, hè? Dat is ook stuivertje wisselen tussen die twee. Niet te geloven, die Bottas die heeft het echt op zijn heupen, jongens. Hè? En ik kan nog ten nauwe nood hier achter mij, Charles Leclerc, achter me houden. Want die zit echt te pushen, gasten. Oké, dan gaan we weer de lange linker doordraaien combinatie met Charles Leclerc achter me. Voor mij met Lewis Hamilton. Dit is een mooi stuk van het circuit. Dit is nagenoeg vol gas. Eigenlijk is die, ja zeg eigenlijk maar vol gas. Het is een klein beetje, soms moet je iets wat liften, maar voor de rest is die vol gas. Hier hebben we ook een spannende, met een spannende bochtencombinatie. En nu gaan we rechtsaf, twee keer rechtsaf en dan gaan we dat hele lange rechte stuk op. Ik moet hier nog wel even mijn benzine openzetten, want anders heb ik echt Leclerc zo dadelijk achter me. Ik zet hem even open. Volle benzine, daar gaan we. Nou, daar gaan we. Trappen, trappen, trappen met dat hok. Rijden, honden. Hé, hey, ik heb meer vermogen nodig. Ik heb meer vermogen nodig. Ja, ze zit echt een poesje, gasten. Is niet te doen. Heb ik hem, heb ik hem? Ja, ik heb hem nog. Oké, mooi. Busstop in. Nou, hebben we weer een ronde overleefd. Nu gaan we naar lap 4 toe. Lap 3 overleefd. We gaan naar lap 4. Snelste ronde duurt op dit moment in handen van Valtteri Bottas. Mooi, goed gereden, jongen. Jij rijdt alsof je leven ervan afhangt en dat zal dan waarschijnlijk ook wel. Want ik denk dat jouw plaatsje in de Formule 1 echt wel ter sprake staat. Dus het zal mij benieuwen. Het zal mij benieuwen of die eerder nog bij Mercedes te vinden is. Of dat die geflirt gaat worden door zijn testrijder daar zo. Eens even kijken, waar zit die Leclerc? Oh, die zit lekker achter me. Nou, dat is prima. Ik heb geen DRS en zo te zien heeft Leclerc op mij ook geen DRS. Ik ben in deze ronde nog veilig. Dit is lap 4. Ik rijd nog steeds op podiumpositie. Yeah! Zou het weer gaan gebeuren? Zou ik weer op het podium terechtkomen? Wat was het een fantastische wedstrijd een paar weken geleden in Hongarije trouwens. Hè? Ja, jammer van die uitslag dat hij toch nog tweede werd. Maar wat een fantastische wedstrijd hebben we daar gezien. Ik heb werkelijk waar op het puntje van mijn stoel gezeten hier zo. Het was echt fantastisch. En ik hoop dat we dit weekend hier in Spa-Francorchamps weer zo'n fantastisch weekend gaan krijgen.
Ik hoop, meen ik uit de grond van mijn hart, ik hoop echt dat de Honda motor snel genoeg is om er een klein beetje bij te blijven. Maar ik ben toch bang dat de Honda motor daar net tekort gaat komen. Oké, dan gaan we weer, jongens. We gaan weer het lange gedeelte hier achterop. En dan gaan we weer richting de busstopchicane. Hier moet je zorgen dat je niet gepiepeld wordt. Je moet zorgen dat de gasten uit de stift zien blijven. Er is gelukkig geen DRS hier, want dat zou nou helemaal een ellende hebben gegeven. Maar het is Leclerc. Leclerc probeert het hier links achter me. Nee, ik kan nog achter me schudden. Oké, busstop is voor mij. Nou, ik ga als eerste de bocht in. De bocht is dus voor mij. Hij heeft maar te wachten. En zo is het ook. De snelste ronde. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton heeft weer de eerste positie overgenomen. Lewis Hamilton heeft de eerste positie overgenomen van Valtteri Bottas. Het is Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc. En daarnaachter zie ik nog een rode vlek. Dat zal Sebastian Vettel zijn. En zo, die ging niet goed, zeg. Ik was hem bijna kwijt hier. Dit gaat mijn snelheid korten. Dat is niet best. Dit is niet best. Dit kost mijn snelheid. Waar zit hij? Hij zit echt te druk, gasten. Charles Leclerc zit... Ja, hij zit al naast me. Ja, dat kan ik... Dit is jammer. Die kon ik... dit heb ik... Daar baal ik van. Dat is echt jammer. Ik heb het daar zelf in Radion verprutst. Ja, dankjewel Jeff. We lost the position. Ja, dat heb ik ook al in de gaten, gasten. Zit er niet altijd van die onzinnige opmerkingen te maken dat de pit window open is? Nou, doe hem lekker dicht, weet je wel. En als je het aan het koelen wil hebben, doe hem weer open. Wat kan mij die pit window nou van jou geschreven? Oké, we gaan de laatste bochtencombinatie in. We zitten in de laatste ronde. Ik ga nog een keer proberen. Ik ga een keertje aanzetten nog om die Charles Leclerc te verschalken. En dan moet het echt hier gebeuren. Dat ging net niet. Of misschien nog in de volgende rechterbus, de rechterbochtencombinatie. Hier zou ook nog kunnen. Ik verrem. Nou, dan moeten we maar naar de busstopchicane. Ik kom een beetje slechte exit hier. Dat gaat helemaal niet goed. Kijk. Vettel zit te drukken. Weg, Vettel. Aan de kant. Ik rij hier op kop. Je moet hier gewoon. Hey! Vettel, wat flik je mijn oude gast? Zit je me gewoon te mail voor je zo? Alweer? Jezus Christus, die gouden. Dit is echt niet normaal. He pushed me off the track. Ik ga het ook roepen, dat deed hij vroeger ook altijd. Ik kan de bocht niet eens meer houden, gast. Mijn hele auto is een snot gereden. Klote Vettel, alweer, hè? Hij flikt het gewoon weer. Zevende plek, gasten. Zevende plek, dat is echt baan. De Mercedes'en waren niet bij te houden. Dit was echt een Mercedes-wedstrijd. Als allereerste is geëindigd, dat was Lewis Hamilton. Nee. Het is toch Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, die heeft de race gewonnen, gasten. Wat is daar gebeurd? Dat heb ik even niet gezien. Ik zat meer naar achter te kijken naar voren. Wat op zich al in dit geval wel niet zo heel onlogisch was. Goed gereden. Ook Lando Norris, hè. Lando, weet je het nog? Wat is Eau Rouge en wat is Radion? Voetbal. Leuk dat hij ook in die video te zien was. Nou, wat hebben we hier aan? Wat is hier gebeurd, jongens? Hier hebben we gewoon Valtteri Bottas op het bovenste plekje wat schapot staat. Dat hadden we niet verwacht. Dat hadden we niet kunnen verwachten. Lewis Hamilton is blij, tenminste hij klapt een beetje. En het witte bekkie van Charles Leclerc verklapt dat hij niet echt heel erg blij is. Maar Lewis die doet hier een beetje met champagne spuiten. Is dat natuurlijk niet zo heel realistisch. Lewis is eigenlijk nooit blij op de tweede plek. Die wil altijd winnen. En op zich valt daar wel wat voor te zeggen, maar ja, hij kan ook wel eens heel zagrijnig zijn. Maar dit is hem dus, dit is de finish, dit is mijn voorspelling van de race van aankomend weekend in België. De grote prijs van België heb ik voorspeld in nummertje 1, Valtteri Bottas, nummertje 2, Lewis Hamilton, nummertje 3, Charles Leclerc. Dat is mijn voorspelling. Max Verstappen is door een ongelukkige toestand op de 7e plek geëindigd en Vettel... die had het nog slechter. Die is naar 14 toe geschoven. Ja, dat is mijn voorspelling. Zet jouw voorspelling hier beneden in de comments. De top 3. Wie denk jij dat top 3 wordt in de race van aankomend weekend Spa-Francorchamps België? Zet het hier beneden. Heb jij het goed? Ja, en dan moet je het ook echt goed hebben. Dan krijg jij een dikke vette shout-out in de volgende aflevering van deze serie. En dan ga ik nog maar eens even naar de herhaling kijken. God, wat was het spannend. Ik zeg Daddy Cool signing out. Tot de volgende en een heel mooi raceweekend gewenst.